Kaal Stok, tweede dag ONK Tilburg. Ik zag je vandaag de 200 meter wisselslag zwemmen. Dat is je event vandaag. Ja, want ik heb ook de 400 vrij gezwommen. Dat is wat minder van een event. Gewoon even leuk, gewoon een keertje wat anders. Maar twee wisselen was echt de hoofdafstand van vandaag. En ik vond het best goed gaan. Voelde best makkelijk. En ik denk dat we al best veel ruimte zitten in de finale vanmiddag. Want een tijd onder de 2 minuten, dat heb je 1 keer gedaan. Maar dat is denk ik wel de uitdaging voor vanmiddag. Ja, ik heb het zeg maar 1 keer eerder gedaan. En dat was tijdens de competitieronde in Amersfoort. Dus ik wil het nu wel echt op een elektronische tijdwaarneming doen. En dat is het doel voor vanmiddag. Dit kampioenschap, hoe belangrijk is dat voor jou? Qua belangrijkheid niet heel hoog. Het is gewoon leuk om weer even te racen, even alle skills toepassen en kijken hoe ik nu voor sta. Maar wat is het doel dan voor de komende tijd? Ja, gewoon het beste aan mezelf halen en alles blijven toepassen wat we nu in de training toepassen. Dat op een wedstrijdniveau. Maar er zijn ook leuke wedstrijden te gaan. WK Doha en de WK Langebaan in Kazan. Ja, maar eerst Swim Cup in Amsterdam. Dat is ook belangrijk. Hè? En daar pieken we dit najaar voor. We daarvoor gaan, ja. We zullen het zien. Ja, inderdaad. Wordt wel spannend.